Ik heb nog zelf meekijken op het schermpje. Oh, ik pak ze hier gewoon met de staart. Dan heb je zo flink de schade door. Hoi, het is al avond. En ik ga iets raars doen deze avond. Ik ga namelijk Johannes haar knippen. Met de keukenschaar. Wij hebben geen kapperspullen in huis, dus het kan ook niet anders. Ik ga het statief klaarzetten en wachten tot Johannes hier is en dan gaan we beginnen. En nee, ik ben geen kapper. En ik heb ook niet veel ervaringen mee, behalve dan dat ik één keer eerder Johannes bijgeknipt heb. En we hebben al afgesproken dat als het helemaal mislukt, dat hij dan gewoon helemaal kort gaat. Help. En hoeveel wil je er van de achterkant af? Zoiets. Oh ja. Als het je bijna niet zetten. Toen knipte het best wel eng, want je zit er voor iemand hoofd. Oh ja. Ben je nog zenuwachtig? Nee, ik ga gewoon uit voor de eerste, dan valt het pas mee. Oh ja, dat zou ik ook doen. Komt ook die keukenschaar, dat het nog erger voelt als dat het is. Het voelt ook wel professioneel. Als je bijvoorbeeld een kapper hebt, dan voelt het heel licht. Maar dit is echt, hoor je ook, en dat is ook heel zwaar knip. Ja. Ja. Is dit na een puntje? Maar wil je dat puntje weg hebben? Ja. Oké, ik vind het zo eng zo dicht bij je hoofd. Ik heb mijn vingers er ook niet goed tussen. Het is een beetje auw. Waarom leg ik alles ook netjes op tafel? Ik moet gewoon grond gooien. Ja. Dat werkt ook wat sneller. Ik ga gewoon even hier een plug erachter knippen. Dan heb ik in ieder geval een stuk lengte. De tussenstand. Ik ga nu dit eraf knippen. Zo, hier is het een beetje geknipt. En hier is het nog heel lang. Dat puntje zit hier nou nog. Ik kan hem wel pakken, dus ik moet hem maar afknippen nog even verder. Mm-hmm. Goed, maar ik ga eerst die hoek doen. Ik ga lekker van hier naar daar. Ik ga even nog zelf meekijken op het schermpje. Nou, gooi weer op tafel. Komt hij netjes hiervoor? Zal ik ook de baard even eraf knippen? Maar dan moet ik. Ik pak hier gewoon met de schaar. Ja, ik hoor het niet eens. Oh, gelukkig, want dat was heel zacht dan. Ik kan dat dus niet helemaal wegkrijgen, want ik moet die schaar te vlak bij je hoofd. Alleen de puntjes die heel erg uitsteken, kan ik nog wel erover halen, denk ik. Ja. Oh, daar, zo zit het uitstekende puntje. Ik dacht dat hij echt vanuit je nek was, maar hij komt vanuit een pluk die steeds. Daarheen gaat. Moeilijk, want die schaar zo dichtbij komen. Mm-hmm. Oh ja, ik zou hier. Oh nee, dat kan gaan. Haarknippen met zo'n schaar voelt ook gewoon echt alsof je het er echt niet voor gemaakt is. Ik heb ook het idee. Ik wil dat je weet hoe een kapper zo is en hoe jij dat doet. Het is geen fijn krukje trouwens. Oh. Het is ook mooi achter je oor. Het is dan. Mogen we gaan verder. Moeilijk stukje. Oh ja, het zit daar ook goed. Oh ja, ik zit al. Nu moet ik nog wel even af. Even kijken wat je zelf tot nu toe doet. Ik vind zelf bovenop nog een beetje lang. Even van dichtbij bekijken. We ronden weg. Ja. Maar ik weet niet of links en rechts nou helemaal precies gelijk zijn. Het is wel leuk. Ik zou het zelf kiezen voor een model dat het hier iets korter is, zeg maar. Echt gewoon even zo flink schade door. Maar als jij het zo wil houden, dan is het je eigen keuze natuurlijk. Ik ga ook niet dingen eraf knippen die jij niet wil. Mm-hmm. Oh ja, nou ja, het ziet er wel goed uit. Ja, lijkt me heel anders. Mm-hmm. Ik denk dat ik wat tevreden ben. Dat
dat was de video. Tot de volgende keer. Later. Doei.